Met de huidige dreiging van stijgende gasprijzen, die extreem gaan stijgen, en ook alle andere energiekosten, is het eigenlijk de meest logische stap die je kunt maken om op een traditionele wijze je huis te verwarmen. Nou, de Rayburn is zo'n apparaat wat stamt uit die lijn van die traditie. En ja, het is zo simpel, hè? Je gooit er een houtje op, een zaakje brand. Je kunt lekker gaan koken. Je huis wordt lekker warm. De Rayburn heeft een dubbele verbranding. Dat wil zeggen, er wordt lucht van buitenaf aangezogen door twee buizen met gaatjes. Die zorgt ervoor dat rookgassen verbrand worden. Dus je hebt volgens de verhalen, ik heb het zelf natuurlijk nooit gemeten, maar 8% emissie. Dus wat dat betreft doe je ook nog wat aan het milieu. En nou ja, in het atelier heb ik dus een gaskachel staan. Die ik destijds best wel duur laten aanleggen, helemaal nieuw. En ja, dat wordt een probleem. Nou heb ik hier het kacheltje van Pierre Jansen, dat heb ik je gisteren al laten zien. Nou, dit kacheltje dat functioneert verder gewoon goed. Hier kan ik gewoon hout en kolen instoken. En deze kachel is niet aangesloten, maar voorheen heeft hier de werkplaatskachel gestaan. Dat was een grote, ja, vulkanisch ding. Met een gat door het dak. En toen heb ik zelf de hele rookafvoer aangesloten via de kachelconcurrent of zoiets. Een bedrijf waar ik best wel goede ervaring mee heb. En dat kan ik nog wel even terugvinden op de computer waar ik dat nou precies gezien heb. Dus ik ga het ook weer zelf aanleggen. Dus ik heb nou even een schetsje gemaakt van de situatie hoe die is op dit moment, met een pijp van 110 mm, 11 centimeter. Dat is een oude maat, ik kom bijna nergens meer voor, dus ik moet hier het een en ander aan gaan passen. En ik ben benieuwd wat zij voor mij te bieden hebben. Dan kan ik dus zelf de schoorsteen aan gaan sluiten en in principe met deze kachel mijn atelier verwarmen. Het leuke van deze kachel is, hij is niet alleen belangrijk omdat hij van Pierre Jansen is geweest, maar je kunt hier ook op koken. Je kunt hier een pan soep op zetten of iets dergelijks. De bedoeling is dat het atelier een hele gezellige plek wordt om te gaan zitten. Dat is het nu niet, het is echt een werkplaats. Daarom gaat hier het een en ander op de schop. En omdat ik toch bezig was, dacht ik gelijk van, ik ga proberen die gaskachel zo ver mogelijk uit te schakelen. Hij gaat niet weg. Want hij is er nu eenmaal. Voor het geval van nood kan ik in ieder geval altijd met gas nog de zaak verwarmen. Maar de bedoeling is dat ik met het kacheltje van Pierre Jansen mijn atelier ga verwarmen. En dat is de volgende stap, de volgende avontuur. Ik neem je gewoon mee op avontuur. En je ziet dat ik hier al wat schetsen heb gemaakt. Ik weet ongeveer wat ik nodig heb aan materiaal. De afstanden zijn een beetje berekend, even globaal, en ik ga nu eens kijken wat er allemaal te vinden is. Nou, dat bedrijf waar ik het over had, dat is de kachelconcurrent. Ik vind het een vreselijke naam, maar ik heb toen destijds hele goede ervaringen met hun gehad. En dan kom je op hun site uit en dan kun je zelf een beetje bepalen wat je nodig hebt. En zij gaan ervoor door, hè. Ze zeggen zelf dat ze de goedkoopste zijn. En dat je het allemaal zelf samen kan stellen. Nou, dat klopt redelijk. Ik heb dat de vorige keer ook gedaan. Dus ik ga eens kijken. Nou, je kunt dan zien. Ik heb hier een houtkachel. Bekijk alles. Nou, dan krijg je een prachtig overzicht te zien. Van hoe jij je schoorsteen aan kan sluiten. Dat kun je dus gewoon lekker helemaal zelf doen. Kijk, en die schoorsteen die komt straks daar. Het dak uit. Zo heb ik het de vorige keer ook gedaan. Dat ging prima. En als ik me niet vergis, gaat daar een ooievaar. Dit kacheltje is echt een geweldig leuk ding. Het werkt hetzelfde als het kacheltje bij mij in de kamer. Hier gooi je het hout of de kolen erin. Hier heb je de vuurkorf. Hier zit de aslaar. Er zit nog een beetje in. Ik heb hem werkend in huis gehad, gewoon om eens uit te testen destijds. Want ik dacht dat toen deze kachel beter in mijn kamer kon staan. Alleen, we merkten toen dat de kachel, ja, die is eigenlijk te groot voor mijn kleine huisje. Hij is te warm. Dus ideaal voor het atelier. Nou, hier zit dus
de vuurkorf, daar ligt nog wat troep in. Het kan mooi gaan branden straks. Dus, dit is wel een gezellig kacheltje. De bedoeling is dat het atelier een echt een gezellige plek wordt. He, met een zitje, er komt een toilet hier te staan en een kleine douchecabine, een keukentje. Ik wil wat sanitaire voorzieningen natuurlijk aansluiten. Een watervoorziening heb ik hier niet, maar alles ligt er. Alle waterleidingen, heel de rotzooi ligt klaar. Dat kan een keer zo aansluiten. Alleen, ik weet niet of hier nog afvoerpunten zitten. Of dat die gemaakt moeten worden. En dat moet ik eerst gaan onderzoeken, voor ik al die dingen aan kan gaan leggen. En anders heb ik een behoorlijk probleem. Ondertussen gaat hier het huiselijke leven gewoon door. En brood aan het pakken. Nou, mijn broodje mag rijzen. De reeburen brandt lekker, die begint al aardig op temperatuur te komen. Het is hier heel geriefelijk in huis, omdat de reeburen aan staat. En zo simpel is het eigenlijk allemaal. Hè? Broodje is mooi gerezen, kan hier al in de oven. Tussen de bedrijven door is het ook weer mooie tijd voor een ander baksel. Mijn appeltaartje. Tring, zegt het bekkertje. En dan wordt het tijd om eens te kijken hoe dit is uitgepakt. Nou, mooi broodje. Kijk, in het bakken van dit broodje heeft het eigenlijk feitelijk niks gekost. Normaal gesproken ben je gewoon een hele berg geld aan gas kwijt tegenwoordig. Maar ik heb alleen maar hout. En dat kost helemaal niks. Nu heb ik alleen nog even een foto nodig van de poes, want die moet op een schilderij komen, maar waar ze is, weet ik niet. Helemaal goed. Joh. Ja, ik heb je nodig als filmster. Voor een nieuw doek. Komt er weer een schilderij van poes. Hé beest, je wordt beroemd. Ja.